Feyenoord maakt zich als halve finalist in het bekertoernooi op voor de altijd lastige uitwedstrijd in Zwolle. Waar in de vorige eredivisiewedstrijd nieuwkomer Özan Özyakup de show stal, is nu een andere nieuweling de gevierde man aan het einde van een knotsgekke wedstrijd. Borstra is hem kwijt aan Clement. Van Duinen ligt op snelheid. En voor de goal staat T helemaal vrij. Dit is Ens. Strafschop, PEC Zwolle. T achter de bal. Feilloos binnengeschoten door de aanvalsleider. Het is Van Duinen, hard en raak, het is 2-0. Nou, hij zal het toch moeten bedenken nu in deze situatie. 2-0 achter, de captain van de Rotterdammers. De voorzet is goed en daar is de goal van Feyenoord. De aansluitingstreffer, weer Leroy Fer. Hij deed het in Friesland. Nu brengt hij Feyenoord terug in de wedstrijd. Ontzetter. Dan is daar de botsing, kan Sinisterra profiteren wellicht. Nee, op het moment dat hij uithaalt. Is Kersten er als eerste bij. Bozenik zal zometeen de vervanger zijn van Sinisterra die uitvalt na een ongelukkig moment. Daar wordt het alsnog 2-2. Schitterend. Berghuis. Subliem doelpunt van de aanvoerder van Feyenoord. Ja, het is bijna overdreven natuurlijk om maar weer eens te benadrukken hoe belangrijk hij voor Feyenoord is. Paal aan de linkerkant. Richting die controleert uit de draai en 3-2 Zwolle. Nou, die valt dan toch ook behoorlijk uit het niets. En hier is Berghuis, 3-3. Nou, de volgende. Spektakelstuk in Zwolle zo langzamerhand. 65ste minuut, weer Berghuis. Clement neemt de risico daar. Dat zit een beetje in zijn spel opgesloten, maar het gaat ook wel eens mis. Zoals nu. Het opent wellicht perspectief voor Feyenoord. Hier is Bozenik, bal aangeraakt. En de goal voor Bozenik. En voor Feyenoord. 3-4, daar is hij. Met zijn eerste in de Eredivisie. Gele kaart op de koop toe. Maar het is de ontlading van de jonge aanvaller die zijn eerste doelpunt te pakken heeft. En zo trekt Feyenoord, vraag niet hoe, deze wedstrijd in Zwolle toch nog over de streep. Dankzij een winnende goal van deze man, de jonge spits Robert Bozenik. Ook in de volgende wedstrijd in de Kuip is Robert Bozenik de matchwinner. Met een 1-1 stand op het scorebord bij de wedstrijd tussen Feyenoord en Fortuna Sittard zorgt de Slowaak uiteindelijk in de 71ste minuut voor het beslissende doelpunt. Feyenoord blijft maar winnen in 2020 en dus reist het met een goed gevoel af naar Eindhoven voor de topper tegen PSV. 127 keer stonden ze tegenover elkaar, dus 52 keer Feyenoord, 45 keer PSV. Vorig seizoen was het 1-1. En het is Bozenik. Ver. Gökçü zou kunnen schieten. Gökçü, Oenerstal. Oenerstal blijft staan. Bottergien binnen. Het is 1-0 voor Feyenoord. Erik Bottergien kan hem geheel vrijstaan. Zo over alles en iedereen van PSV binnenkoppen. Via Hendricks. De diepte, dat is aardig gedaan. Thomas gelopen. En dan is het 1-1. Hendricks. Lammers! En dat levert Berghuis de gelegenheid op om zich voor de eerste keer echt te tonen. En dan haps in de rebound, Oenerstal tot 2 keer toe. Malasia en binnengeschoten, Bosniak. City, ja, nee. Bozenik leek te scoren. Is het verhaal dan dat er de hand bij gebruikt wordt hier door Dumfries? We gaan door. Berghuis en... Senesi denk ik nog even met het hoofd aan. En afgelopen. PSV Feyenoord eindigt in 1-1. Met een punt uit Eindhoven maakt Feyenoord zich op voor de laatste hindernis op weg naar weer een bekerfinale in de eigen Kuip. Eerste divisionist NAC Breda doet leuk mee in de openingsfase, maar wordt uiteindelijk kanonnenvoer voor een ontketend Feyenoord. Senesi, Feyenoord 1-0.
2-0, hoor. Ja, zo is het perspectief voor Feyenoord. Als Bozen die er 3-0 van gaan maken. Natuurlijk heel helder op een finale tegen Utrecht op 19 april in dit stadion. Dat is een spits die niet heel veel de bal hoeft te hebben. Bozen die. Ja! Feyenoord speelt heel gemakkelijk onder de druk van de NAC uit. Daar gaat Haps met Olij breed naar Bozen die kant. Dit kan ook. Dit is schitterend gedaan. Een schitterende goal van Haps. Je dacht het ook, 4-0, yeah! Maar deze aantal weer in leven roepen en het stiftje, schitterend! Oh, wat een goal! Dit doet de man in vorm, dit doet de man in topvorm. Gaat daar liggen. Monsalve heeft hem in de rug geduwd. Penalty. Ja, zie je. Soms heeft het zin, hè. Je ziet daar een kartonnen bord. Een fan wil zijn shirt. En soms heb je mazzel. Soms moet je volharden. In de stromende regen. Karton is uit elkaar gevallen. De tekst is nog leesbaar. Hupsakee, weg ermee. Buiten is binnen. Oh, wat mooi voor de jockey. En hier wordt het 7-1. Buitenspel. En dus gaat dat niet door. De goal van Bozini. Narsing, de late sliding van Riera. Strafschop nummer 3. Beter gaan voetballen, veel beter gaan voetballen tegen PSV. Dan trekt die lijn door tegen een heel zwak NAC Breda. En dan komt er zo'n uitslag op het bord te staan. Feyenoord ontvangt als bekerfinalist concurrent Willem II. Het lijkt een voetbaldag als veel andere. Een bomvolle Kuip, doelpunten van Steven Berghuis en Jens Toornstra. En weer een zege voor Dick Advocaat. Maar het wordt de laatste wedstrijd van het seizoen 2019-2020. De doordenderende trein die Feyenoord is onder Dick Advocaat komt na een reeks van 14 competitiewedstrijden zonder verlies abrupt tot stilstand. Niet door Sparta, Ajax of een van de andere nog komende tegenstanders, maar door het virus dat de hele wereld in de greep houdt. Hoe de opmars was geëindigd, zullen we nooit weten. Wel dat Feyenoord terugkomt, komend seizoen onder Dick Advocaat. Daar zit je dan weer. Ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Verveelde je thuis? Nee, niet. Dus ik heb me niet verveeld. En ik had het ook niet verwacht. Maar je ziet dat het allemaal kan gebeuren. Nou, omdat ik denk dat we best een selectie hebben die bovenin mee kan draaien. Kom er dan op naar! Boom! We staan natuurlijk 15 punten achter op nummer 1 en 5 punten op de ene onderste voor. Dus het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen. Wat moet je dan nu gaan doen? Winnen. Ja. Ja, het gaat om de punten. Hey! Dat is zo'n jammer! Ja, dat zie ik niet!
heeft natuurlijk ook te maken met de buitenlandse jongens die zomaar van sommigen sowieso geen Nederlands spreken, maar ook geen Engels. Maar wat heb je daar nu? Die dan de taal onder de voet krijgen? Eruit? Nee, dat is een grapje. Nee, maar dat moet wel terug. Het moet natuurlijk niet een dode boel worden daar in het elftal. Het moet wel een beetje leven. Het zijn natuurlijk hele leuke dingen om te doen. De strijd met spelers. Het is natuurlijk ook een beetje een spel. Hoe je met elkaar omgaat. Hoe je naar de een doet en naar de ander. Dat vind ik een leuk spel. Wat vind je daarvan? Van die doorloting? Van de loting überhaupt? Ja. Er nou uit? Ja, vervelende loting. Wat dat betreft heeft Gio alle geluk meegenomen met al die thuiswedstrijden. Wij krijgen alleen maar uitwedstrijden. Dus, maar ja, je moet ze toch winnen. Juichen naar Geert Bakker. Dat zijn toch leuke dingen? Ja. Dat vond ik wel leuk. Dat vond ik wel leuk, toch? Ik vind het wel leuk, want Happel, dat was eigenlijk mijn eerste grote trainer bij ADO. En daar keek ik echt als jong ventje enorm tegenop. En daar keek ik ook tegenop toen hij vanuit ADO naar Feyenoord ging. Grote trainer, grote club. En nou sluit ik het hier ook af. Het is toch allemaal leuk, toch? En ik heb veel plezier, want daar gaat het uiteindelijk om. Wel geliefd, hè? Ja? Begrijp het niet, maar het is wel zo. Vond jij deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en abonneer op het Feyenoord kanaal.